heer van Boksmeer. En de paarden zijn allebei 11 jaar oud. De Shires, dames en heren, die worden gestald in het hart van Amsterdam bij de in 1868 aan de stadhouderskade gebouwde Heineken Brouwerij. Mike en Jean-François zijn vandaag aangespannen voor de Engelse Beer Dray. Prachtige wagen. En de Dray, dames en heren, dat is een heel sterk rijtuig. Aangekocht in Engeland en ook gebruikt voor de distributie van bier. Momenteel worden deze Drays in Engeland gebruikt voor competities tussen verschillende brouwerijen op aangespannen gebied. De brouwerijen die gaan met hun beste paarden qua beweging de ring in en strijden dan vol om overgave om de hoogste titel. De koetsiers op deze aanspanning, dames en heren, en die verdienen een extra applaus, zijn Johan Rutgers en Martin van E. Uitslag is officieel, dames en heren. Winnaar is geworden paard nummer 3, Gerco Impuls. Die wint de Heinekenprijs met Rob de Vlieger. En de tijd is in 1:25.1. Paard is in het bezit van de familie Hilgersson. Rob de Vlieger is de trainer. En we zien de familie Hilgersson natuurlijk alweer bij de huldiging staan. Dat doen ze altijd. Ze zijn gek op hun paarden. En zij krijgen die mooie Heineken sierdeken, dames en heren. Waar Gerco Impuls duidelijk even aan moet wennen. Gelukkig staat aan het hoofd Mariska Middelweert, die we afgelopen zondag nog in actie hebben gezien op de Silky. Toen reed ze in Solvalla in Zweden. En vandaag is ze de groom van Gerco Impuls. Rob de Vlieger heeft de sierdeken inmiddels om, dames en heren. Althans, dat hebben de andere mensen voor hem gedaan. Hij krijgt de bloemen nu overhandigd. Hij krijgt een fles korenwijn. Uiteraard is er ook voer gewonnen door de eerste, tweede en derde aankomende. En we gaan zo meteen beginnen aan de ereronde, dames en heren. Met uiteraard in begeleiding van het Heineken-rijtuig. Een rijtuig mag ik eigenlijk niet zeggen. We weten nu dat het een Beer Dray is. En geef u straks ook even een extra applaus, dames en heren, aan de beide paarden. Dat zijn de paarden die we zojuist met naam hebben genoemd. Mike en Jean-François. En ook aan de rijders Johan Rutgers en Martin van Ede. En kijk nog even naar die mooie Shires van Heineken, dames en heren. En gaat u ook eens kijken in het Heineken Museum in Amsterdam. Als u er een keer de tijd voor heeft, Heineken komt vandaag naar ons. Maar u kunt ook naar Heineken. En ik zou bijna zeggen, er mag geen ijskast zijn zonder Heineken. Uitslag is officieel, dames en heren. Winnaar is geworden paard nummer 3, Gerco Impuls, met Rob de Vlieger in 1:25.1. Tweede aankomende was de 7, Giel van Kamstra.